Ze hield erg veel van dingen die glinsterden. Dacht vaak nou aan een, ja, aan een extra of zoiets. Ik denk dat ze toch een vorm van geldingsdrang had. Niet alleen in het muzikale, maar ook in het cognitieve. Ja, ze was ijdel. Ja, dat was duidelijk. Het Nederlands Zilvermuseum kreeg op een dag een brief van de notaris. En daar stond tot onze complete verrassing in dat wij een legaat hadden gekregen van een voor ons volkomen onbekende vrouw. Nou, waar wij natuurlijk meteen over hebben nagedacht, was van ja, heeft ze dit gekocht of heeft ze het geërfd? Of heeft ze het eigenlijk wel gedragen? Want het zijn zulke glamorous sieraden. Ja, die draag je echt niet zo, tenminste niet in Nederland, zomaar overdag. Maar dit moet ook iets zeer persoonlijks zijn. Want de achterzijde heeft ook nog een gravure van AV toe F. En we denken dat het een B is, maar ook die vertoont wat slijtage. Prachtig paar oorbellen. Een ring. En deze parure past nu helemaal in dat beeld, denk ik, ook van deze vrouw. Maar als je dus de collectie ziet, dan zie je wel dat het zeker een vrouw was die geïnteresseerd is geweest in mineralen. Dat is dicht bij de natuur. Misschien was ze wel antroposofisch. Ilona van der Bilt-Ptasnik en dominee De Weert verzorgden vandaag de dagopening van de VPRO. Want het verschil is, als je bij de VPRO speelt, en het is 8:00, want het was altijd 7:50 tot 8:00, met dominee Spelberg, dan werd die knop natuurlijk omgedraaid en Ilona was weg. Maar dat kon ik hier niet doen achter die preekstoel. Ik kon niet een knopje omdraaien en Ilona was weg. Muzikaal was ze zo. Ja, ik vind het geniaal. Ze had geniale momenten, laat ik zo zeggen. Het enige wat we weten, als je op huisbezoek kwam, dan werden er 5 sloten geopend voordat je binnenkwam. Alles was donker en vol en afgeschermd met dikke gordijnen of met kleden of zo. Tegen de tocht, maar ik denk ook tegen de inkijk, want ze was erg bang voor diefstal en voor inkijk en van bemoeienis van buitenaf. Het had maar een kleine woonkamer en de helft daarvan werd ingenomen door een enorme zwarte vleugel. En ook lagen overal stapels muziek. En wat ik me vooral herinner is dat ze 3 radio's op elkaar had. 1 uit de jaren 50 en 1 uit de jaren 70 en 1 uit de jaren 90. En die stonden ieder op een zender, zodat ze nooit hoefden te zoeken. Ja, ze was een beetje gek. En dat wist je natuurlijk als kind niet zo goed wat dat betekende. Maar tante Lonnie werd dus een beetje Meshogge genoemd in haar Joodse familie. Dus daarin was toch een vorm van, om dat woord te noemen, angst. Ja, ik weet niet waar die angst vandaan komt. Dat kan natuurlijk vanuit, hoewel ze daar zelf niet in geloofde. Ik denk toch de Joodse achtergrond dat die daarin meegespeeld heeft. Want ze is natuurlijk niet voor niets naar Amerika uitgeweken. Is daar tegen de zin van haar ouders getrouwd. Maar ik denk ook dat huwelijk, ja, zij zegt al, heeft tegen mij gezegd, het is nooit een huwelijk geweest, maar daar blijf ik dan buiten. Maar dat ook een opvang voor haar was. Een geborgenheid, laat ik het zo zeggen. Omdat Ilona met Adriaan van der Bilt trouwde, betekende dat voor haar een einde van de relatie met haar familie. Haar familie wou haar niet zien, maar even zo goed wou Ilona haar familie ook niet meer zien. Omdat haar familie niks zag in een muzikale carrière. En ze groeide op in een emigrantengezin van Pools-Joodse ondernemers die in begin van de 20e eeuw naar Amsterdam waren gekomen. En die eigenlijk nog steeds alleen maar met elkaar omgingen. Dus ze hadden niet zoveel vrienden, maar ze hadden vooral de familie
als vrienden. En al jong, op zijn 24ste, ging Ilona's vader, Jos Ptasnik, voor zichzelf beginnen. Ook in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt. En daar begon hij een sigarettenfabriek. En daar is hij vermogend mee geworden, want hij heeft in Amerika daar patent op aangevraagd. Mijn oren stonden te klapperen bij het horen van het feit dat ze werkelijk zeer welgesteld was, maar meer dan dat. Ik bedoel, er gonsde wel iets daarover, maar ze heeft het mij pas verteld vlak voor haar overlijden. Ja, maar dat was het type ook. Ik bedoel, die gaf sowieso niets voor zichzelf uit. Het was ook niet nodig, want de buitenwereld moest vooral niet weten dat ze geld had. Dat staan sieraden, want die konden gestolen worden. Dus ik denk dat die sieraden ook niet thuis waren. Maar ik denk, zo'n collectie zo naar buiten, zo ineens in het openbaar, dat wel vrij uniek is. Ja, ja, dat vind ik vrij uniek. Ja. Het was een hele bijzondere stoet mensen die haar naar haar laatste rustplaats brachten. Want iedereen kende een stukje van Ilona en opeens bleek eigenlijk dat er heel veel mensen waren die Ilona gekend hadden en om haar gegeven hadden en die elkaar helemaal niet kenden. Nou, het feit dat er een film over haar gemaakt zou worden, dat zou ze leuk hebben gevonden, want ze was graag in het middelpunt van de belangstelling. En dat. Maar dat wij dan over haar achtergrond en zo, dat... Nee, ik durf dat niet te zeggen. Ik denk dat ze misschien wel met een samengeperst mondje had geluisterd en gedacht, dat hoeft er toch niet gezegd te worden of zo. Ze kon heel zuinigjes kijken, hè.